Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto veel wolken boven Nederland en daaruit regent of motregent het vanochtend. Soms licht, vooral in het oosten van het land. De temperatuur vanochtend 10, 12 graden en de wind die is zwak tot matig vanuit het westen. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog en breekt van het westen uit de zon geregeld door. De temperatuur vanmiddag 11 graden op de Wadden tot zo'n 17, 18 graden landinwaarts en de wind die trekt iets aan tot matig rondkracht 4 aan zee. Vanavond zwakt de wind weer af. Het is overwegend droog, misschien in het zuidwesten een enkele bui. En de temperatuur daalt naar 12 tot 13 graden. En morgen zien we overwegend veel wolken. Af en toe regent of motregent licht, maar er zijn ook droge perioden met af en toe de zon erbij. Het wordt maximaal 18 graden in het oosten van het land. En op de Wadden blijft de temperatuur weer achter en wordt het hooguit 11 graden. Maandag zijn er ook nog veel wolken met af en toe regen, maar het is nog wel vrij zacht met 16 tot 19 graden. Dinsdag en de dagen daarna gaat de temperatuur naar beneden en wordt het 12 tot 15 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. Verder schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.